Vriendschap Rotterdam is een project in het kader van sport verbroederd. Dus jongeren met dezelfde passie, voetbal, die komen allemaal bij elkaar. We hebben allemaal één doel en dat is het selectiale. En daarbij hebben we een paar competenties die gewoon centraal staan, waar we op letten en waar we ook op selecteren. Er zijn een aantal selectiedagen waarbij jongeren vanuit heel Rotterdam komen voetballen. Laten hun voetbalkunsten zien en daarnaast zullen ze opletten op ja, welke competentie er is. Dus bij fair play heel belangrijk. Ben je een teamplayer, hoe ga je met de scheids om en zo zijn er nog andere aspecten. En daaruit gaan we een aantal jongeren selecteren en daarmee gaan we een aantal toernooien spelen door heel het land. Uiteindelijk een beloning dat we in het buitenland een toernooitje gaan spelen. En dan hebben we nog één gouden beker die er uitgereikt moet worden. En dat is voor het laatste team. De team die de finale heeft gewonnen, de beslissende finale. Jullie zijn de winnaars van deze toernooi geworden. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Ja, goed toernooi. Goed georganiseerd door iedereen, medewerkers en zo. En vriendschap is dan klaar voor iedereen, vind ik. Iedereen mag meedoen, we willen zoveel mogelijk jongeren hier hebben. En het is wel gelukt. De deelnemers waren enthousiast. Dat kan je ook zien aan de opkomst. Zeker. Voetballend was hoog niveau. Er zijn op spelers gekomen, 34, die sowieso gaan meedoen. Deze jongens gaan ook mee met toernooien die wij binnenkort gaan hebben in binnen- en buitenland. Ons einddoel is Arsenal zelf in Londen. Ja, wat je ook kan zien is dat er over die twee dagen 100 deelnemers zijn gekomen. Ja. En je ziet ook dat ja, ze komen van elke buurt dan in Rotterdam. Ja. En je ziet dat het ook gewoon klikt tussen de spelers. Ja. Wat je ook kan terugzien in de motto Sport Verbroedert. Heb je het gemist? Volgend jaar nieuwe rondes, nieuwe kansen.